We kijken heel goed naar het klantgedrag en op basis daarvan ontwikkelen we onze dienstverlening en zorgen we ook dat de processen daar goed op aansluiten. En het is op het gebied van beveiliging zijn er twee uitdagingen. Hoe krijg je de balans in de spullen tussen het echte gemak en de echte veiligheid? Maar de tweede uitdaging, en die ligt veel meer bij mij als marketeer, hoe zorg je nou dat de perceptie van de klant daar ook goed op aansluit? En dan krijg je dat nou heel goed over de buren. Nou, ik denk dat het contact met de klant daarin het meest belangrijke is. En we zullen ook moeten zorgen, dat heb ik al een paar keer gezegd, dat we de klant daarin goed meenemen, maar ook de klant daarin keuzes bieden. Om die eigen omgeving daarin voor de klant zelf zo goed mogelijk in te richten. Tot zover mijn verhaal. Het is heel stil in de zaal. Ik ben benieuwd naar vragen. Die zijn hartstikke welkom. Kijk. Eerste vraag. Even nog één ding. Er zijn een aantal vragen die ik kan beantwoorden. Er zijn een aantal vragen die ik niet kan en niet wil beantwoorden. Maar ik zal wel eerlijk aangeven. Dat snapt u ook al. Eerste vraag. Als er iets fout gaat, waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Nou, wie betaalt de schade? Dat zal per case anders liggen. Maar als je rekening leeggehaald wordt zonder dat het aan het gebruik ligt, nou, dan weet ik wel dat klanten het eerste bij ons aankloppen en dat we daar ook naar een oplossing zoeken. Maar tot op heden is daar niet iets in gebeurd. Maar zo is het denk ik. Ik zag laatst een programma van Kassa op 15 oktober. Ja. En volgens mij, want toen vertelde je dat jullie dus ook een pilot hadden bij onder andere ook. Ja. Dat werd dus met gemak betaald met mobiel. Ja. Maar het idee van Kassa was dat het toch niet veilig was. Ja, dat was de afdroom. Ten eerste, ik ben altijd wel heel erg content met heel veel, al is het geen positief aandacht, veel aandacht. Want ik vind dat we gaandeweg dat innovatieproces die vraag ook moeten krijgen. Ik heb ook naar de uitzending gekeken. En een van onze partners die trad al weer op ter plekke bij de hockeyclub. Ik heb niet de afdruk gekregen dat die transactie niet veilig was, maar dat men in zijn algemeenheid vraagtekens had bij het mobiel. Ja. Kijk, ik schets u net, wij zorgen dat we in de ontwikkeling, dat we dat stapsgewijs ook volgen wat er gebeurt. En dat we ook iedere keer zorgen voor een balans in die veiligheid en het gemak. Tot heden is daar nog niet heel veel in gebeurd wat ons verontrust. Maar we hebben wel al die luiken naar buiten, zeg maar, en hebben we gewoon heel goed overstaan. En wij weten ook dat als er op een gegeven moment meer geld via de mobiel in de transactionele zin verschuift, ja, dan weten we dat er ook meer risico ontstaat op zaken die misgaan. En dus daar houden we continu rekening mee. En we volgen dat ook nauwgezet. En de transactie zoals die verloopt, die is absoluut hartstikke veilig. Het risico is er ook heel beperkt, omdat er in die mobiele portemonnee zit maar een beetje geld. Dus dat betalen bij de hockeyclubs, dat gaat met die mobiele chip in. En daarin zit altijd een beperkt geld. Het is nooit een directe toegang tot je betaalrekening. Ja. Maar we zullen echt moeten zorgen dat als we dat mobiel kunnen, waar we dus in 2012 en 2013 mee komen, dat zullen we heel goed moeten veiligen op een andere manier dan wat we nu in de Minitix oplossen hebben. Maar die Minitix hebben jullie dan ook een kleine bedrag. Hoe beveiligen jullie dan de betaling? Ik zou me dus heel makkelijk met zijn mobiel langs een apparaat swipen. En daarmee zijn ze een betaling doen. Maar hoe beveiligen jullie de traffic
tussen je mobiel, het apparaat en de bankrekening? Nou, tussen je mobiel en het apparaat, dat gaat met een NFC-sticker, dus dan moet je heel dicht op die reader staan. Mm-hmm. In theorie, ja, zou je inderdaad achter iemand zijn broekzak aan kunnen lopen met een reader en op die manier misschien wel die portemonnee leeghalen. Mm-hmm. Maar dat heb ik nog niet meegemaakt. En dat lijkt me ook dat lijkt me ook praktisch gezien best lastig. En ongetwijfeld gaat dat een keer gebeuren. Dat deed ik ook. Maar kijk, je moet het ook vergelijken met de veiligheid van cash in je portemonnee. De veiligheid van je chipknip. Dus wij proberen continu ook in de gaten te houden van ja, hoe zitten die balansen daar tussen. Ja. Maar dat er een keer iets gaat gebeuren, ja, weet je. Dat kunnen we ook wachten. Daar kunnen we op wachten, maar ik geloof dat uiteindelijk die behoefte aan gemak in combinatie met gewoon het besef. We hebben natuurlijk rondom internetbankieren ook een 3-keer kloppenbankrijk gehad. Mm-hmm. Dus daar gaan de nodige ontwikkelingen plaatsvinden. En ik ben ervan overtuigd dat we daar een hele goede weg in vinden. Ja. Dank u voor de vraag. Heel graag om jullie de gelegenheid stellen om een vraag te stellen. Zag daar een ik had zelf al aan in het verhaal dat ze voor partners zijn waarmee je te maken hebt dat wij 150 krijgen. Hoe heeft de bank hier ook nou invloed op de mobiele partijen waarin wij filmen? Of heeft veel met App Store, met Google, met Android, met Apple? En hoe zorgt u voor updates dat de telefoons veilig blijven? Dat is waar ik wel mee te maken heb. Ja, nou, de veiligheid van de telefoon zelf, daar hebben wij. Dat lukt als bank. We zijn geen headset leverancier en we zijn ook geen provider. Ikzelf als naam mobiel wel, maar de grote providers die hebben daar hun eigen rol. Waar het denk ik om gaat, is dat je zorgt dat de keten klopt. We gaan inderdaad straks als Sixpack, dat samenwerkingsverband van banken en telco's, als dat echt staat. Dan heb je het ook niet zomaar even over twee partijen, dan heb je het over een ecosysteem. En hoe we dat gaan oplossen, ja, dat kan ik in alle eerlijkheid ook nog niet beantwoorden. Want we zijn volop bezig met juist allerlei workstreams rondom alle elementen. Dus ook, we hebben ook een workstream rondom de veiligheid van het geheel. Dus hoe we het technisch gaan oplossen, dat weet ik niet. Wat ik wel zie, is dat als ik kijk naar de dingen die we nu kunnen, dan is die hele keten die is heel scherp in beeld gebracht en elk stapje in die keten wordt ook gecheckt op de veiligheid ervan. Dus, en hoe dat straks gaat, ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet beantwoorden. Als zou ik het weten, zou ik het ook niet willen beantwoorden. Dus, misschien ook wel even reclame maken dat ECP op 1 december in de middag juist over dit onderwerp in het ecosysteem, nou, en veiligheid, smartphone, een sessie organiseert. Die is nog tijd voor een aantal vragen. Een aantal providers van beveiligingssoftware voor woningen, dus leveren ook speciale software voor mobiele telefoons, hè? Dus een goedkoop en een duur. Het is wat moeilijk om testen te vinden. Maar hoe denkt u daarover? Want het zou in ieder geval dat de mobiele telefoon weer wat veiliger maken. Ja. Nou, qua inhoudelijke kennis kan ik die vraag zeker niet beantwoorden. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Wij doen zelf ook wel onderzoek naar dat soort applicaties. Maar hoe het daarmee staat, dat kan ik echt niet beantwoorden. Ik denk eigenlijk dat die mobiele telefoons net zo beveiligd zijn software zou moeten gaan. Ja, klopt. En daar zijn nog veel te weinig mensen zich bewust van. Maar de eerste verkenningen worden gedaan, ook binnen Rabo Mobiel zouden wij naar gaan kijken. Maar wat de status daarvan is en wat voor type partij wij daar mee in de hand nemen, daar kan ik niks over zeggen. Dat weet ik niet. Ja, de beurs is ook moeilijk om daar een exact antwoord op te krijgen. Dus, wat zegt u? Het is ook moeilijk om daar exacte antwoorden op te krijgen. Ja,
Ja, ja, dat spijt me. Dat is een nieuw terrein, hè? Maar het is wel nodig. En wat ik dus straks ook zei, we vinden dat op je pc thuis heel normaal. Maar dat moet op de telefoon ook gebeuren. Wat dat betreft, die ontwikkeling is zo ontzettend hard gegaan. Ik bedoel, de hele ontwikkeling en uitlevering van smartphones, dat is zo gigantisch snel verlopen. Dat soms denk ik dat de hele wereld met een smartphone loopt en dat begint er ook aardig om te lijken.